Je hoort Nathalie Meskes een heel erg goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb van een andere Nathalie net een berichtje gekregen. Hey Sam en Heidi, gisteren op mijn verjaardag het kookboek van Nathalie Meskes gekregen van mijn mama. Zalig, groetjes Nathalie. Oh. Planboost, dat is je nieuwe kookboek en dat is gewoon al een cadeau gegeven. Ongelooflijk, keileuk. Waanzin, zeg. Welkom hier in de show. Merci. Je hebt er even over gedaan om tot hier te gaan. Ik heb er heel even over gedaan, namelijk 2 uur. Dus alle mensen die nog steeds in de file staan, hou het vol, je bent er bijna. En je bent niet alleen. En uiteindelijk geraak je er, want Cicer, hè? Ja. Zo is voilà. Het, inderdaad. We hebben het al gehoord, het is deze maand een ramp met de ochtendfiles. Een werkelijke ramp. Weet dat als je nog plannen hebt volgende maand, het gaat nog erger worden. Oh, super. Ik weet niet hoe het precies nu zit in je leven op dit moment zitten. Is het druk? Nu voor de moment natuurlijk wel, omdat er al die promodagen komen erbij en de boekenbeurs komt eraan. Maar dat is natuurlijk alleen maar leuk druk, hè, want het product is af, Planboost is er. En ik ben daar kei fier op. Ja. Het is eigenlijk nog mooier geworden dan dat ik gehoopt had zelf. Ja. Ja. Je gaat daarmee op de boekenbeurs staan, natuurlijk. Dat hoort zoals gevierd auteur, want dat zeker, ben je. Zeker. Het is je derde kookboek, dacht ik, hè? Ja, ik heb 2 Thaise kookboeken gemaakt en dit is eigenlijk een soort van nieuw verhaal. Hoe dat ik nu, de laatste 2 jaar ongeveer, zo wat eet, kreeg nogal veel vragen van hoe doe je dat en wat doe je. Mm. Ik dacht van, als ik dat nu eens in een mooi boek vertel met gewoon super fijne, lekkere, eenvoudige recepten, kan iedereen gewoon direct aan de slag. Het is echt gewoon, je bent gewoon gezonder gaan leven. Gezonder vind ik altijd een moeilijk woord, want wat is gezond en voor iedereen is dat anders natuurlijk. Hmm. Maar voor mij werkt dat heel goed. Ik heb bepaalde groepen die ik uitsluit, zoals lactose, gluten, eieren. En dan zouden denken, vegan, maar dat is het eigenlijk niet omdat ik nog vis en vlees eet af en toe. Maar het is toch wel heel veel vegetarisch, vegan. Dus, het heeft zijn effecten, je ziet er fantastisch uit. Merci. Ik moet dat zeggen. Er zijn ook thans lelijke dingen ook wel over gezegd toen. Oei. Maar dat is toch. Nee, toen je voor het eerst verscheen, in een soort van nieuwe Nathalie-vorm, namelijk super strak uitzien. Werkelijk. Dat was een keiduur kostuum. Het heeft gerendeerd. Want het was wel even talk of the town, hè. Dat is wel waar. Ja, maar veel mensen, denk ik dat was. Maar ja, dat had natuurlijk ook wel met andere dingen te maken. Ja. Ik was aan het scheiden en alle. Maar ja, ondertussen was ik er dat wel aan het doen. Maar ik wou het dan vooral niet over die scheiden hebben en dus dat was allemaal een beetje niet zo tof. Maar dat is toch echt niet tof? Want ik ga nu echt zo bijvoorbeeld iets voorlezen. Ja. Hè? Er staat rampjaar voor Nathalie Meskes. Oh. Naast scheiding, graatmager en anorexia. Dat komt toch aan? Ja, maar dat lach ik dan wel een beetje weg. Maar ik denk, anorexia, wacht heel even. Ja. Dat is nog wel een heel ander verhaal. Dat is absoluut niet het geval. Maar ja, kijk, je hebt geen grip op wat media schrijft. Dat zullen jullie ook wel weten. En dan denk ik altijd, mensen die slim genoeg zijn en die dat lezen, die denken, dat zal allemaal wel. Dus ik hoop het. Ik hoop dat mensen dat inderdaad beseffen. Ja. Maar als het zo Evaluate Your Life Day is, was dat ook echt een rampjaar dan? Moet dat zo gezien worden of heb je er toch ook goede dingen uit gehaald? Ja, je leert natuurlijk altijd uit heftige dingen in je leven. Hè. En er zijn heel veel mensen op deze planeet die al eens een scheiding hebben meegemaakt. Dus dat is helemaal niet leuk. Natuurlijk niet. Ik wou dat ik het nooit had moeten meemaken. Mm. Maar ja, dingen gebeuren gewoon. En dan kunnen we maar beter het beste van maken achteraf en proberen dingen te leren. Je denkt van, goh, heb ik dat nu allemaal wel juist gedaan? En wat kan er beter of anders? Ja. Dus, hè. Ja, maar die is hier al leven aan het evaluation op Evaluation Day. Wat ook wel heel fijn was, we zagen deze week dan ook in tijdschriften van... Noem het gelijk genoemd, de roddelpers. De roddelpers over jouw nieuwe liefde. Ja. Eet die ook alle recepten mee? Heeft die alles mee? Heeft hij alles al opgegeten? Die vraag heb ik nog niet gekregen. Nee, maar dat is, want ik ben nu zelf anderhalve maand vegan, om de eenvoudige reden dat mijn man vegan is en die kookt altijd. Dus ik kan moeilijk... Maar is lekker. Keilekker. Maar is bij jullie ook zo? Het is natuurlijk, hij eet natuurlijk heel veel mee, omdat als ik kook, dan is het zo. En hij kookt ook wel voor mij zo altijd volgens hoe dat ik wil eten. En hij vindt dat ook super lekker. Maar het is natuurlijk een Libanees, die een vork is een Libanees brood. Hè. Die hebben geen vork, die pakken gewoon alles met dat Libanees brood. Dus ja, maar iedereen doet wat dat hem wil. Ik vind dat keigoed. Maar hij is wel fan. Ja. Oké, dat Libanees brood, dat snap ik wel. Ik vind het ook verdikkelijk. Ja, dat is ook gewoon keilig. Maar ja, kijk. Staat dat in uw boek? Nee, Nee, Sam, natuurlijk niet. Jongens, toch. Maar wel interessant. Denk je dat veel mensen hun levenswijze gaan kunnen switchen als ze jouw boek bekijken? Ja, en het is ook allemaal niet zo moeilijk. Het is een heel eenvoudige manier om heel lekker te eten. En je gaat je er gewoon beter door voelen. Dus ik snap niet. Sommige mensen zien dat nog altijd een beetje als een straf of zo. Klaar, hè? Terwijl het is eigenlijk... Eigenlijk is het heel goed. Keigoed. Ja, voilà. Dus zeker proberen. Ja. Planboost, de 68 recepten die het leven van Nathalie Meskes veranderd hebben. Dat is het boek dat er vanaf nu is. Merci om ondanks die gruwelfile toch tot hier te komen. Maar jullie merci. Heel erg fijn. En maak er een mooie donderdag van. Jullie ook.